Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op Pinkert.nl. Mijn naam is Bianca en ik heb vandaag weer een hele leuke nieuwe video. Ik vind hem heel leuk, dus ik hoop jullie ook. Want ik ben gisteren naar het Essence en Catrice evenement geweest. 6 augustus, 7 augustus, zaterdag. En ik heb daar een hele gave goodiebag van meegekregen. En ik dacht, omdat ik die van L'Oréal ook heb unboxed een paar weken geleden. En daar zijn zoveel leuke reacties op gekomen, doe ik het ook bij dit evenement. Dit is dus niet om op te scheppen of iemand jaloers te maken of wat dan ook. Want heel veel producten die hierin zitten, ik heb al gekeken, heb ik zelf al gekocht. En alle review overgeschreven op Pinkert.nl. Ik kon niet wachten, dus heb ik het zelf gekocht. En ik wist ook niet dat ik het zou krijgen, dus... Die producten bewaar ik voor een winactie, voor, weet je, die bewaar ik voor iemand van jullie. Dus ik deel wel altijd mijn producten. Het is niet dat ik alles zelf hou en zo, zo ben ik niet. Ik deel altijd alles qua goodies. Als eerst zit er een wit doosje in. Nou, ik weet dat er een powerbank in zit. Informatie over het verslag over het evenement zelf heb ik in een artikel voor me geschreven. Die komt waarschijnlijk pas een dag later online als de video online staat. Dus de link komt in de informatiebox staan, alleen iets later. Dus wil je dat weten, kijk dan, hou dan Pinkert.nl in de gaten of de informatiebox. En ik probeerde ook gelijk de reviews in te zetten die ik al over een paar nieuwe producten heb geschreven. Maar goed, in het witte doosje zit een powerbank. Van een Catrice lipstick. In de vorm van een Catrice lipstick. Hoe gaaf is dit? Kijk. Ik vind het zo gaaf. Echt. Weet je. Als blogger zijn. Of als je veel op reis bent. Of wat dan ook. Met de trein. En je wilt je mobiel altijd opgeladen hebben. Komt heel goed uit. Ik vind hem zo gaaf. Dus die zat erbij. Er zat nog een pen bij me. Die ligt beneden. En dan begin ik nu. Met het leukste gedeelte. De make-up. Je mocht zeg maar ook, als je tot het einde was gebleven, ik moest eerder weg helaas, ik had nog een afspraak in Amsterdam, mocht je de schappen leeghalen. Er stond een heel groot Essence schap en een heel groot Catrice schap. Het was net zeg maar de kruidvat, alleen dan op een evenement. En die schappen moesten leeg, dus de bloggers die er waren, die mochten gewoon alles meenemen wat ze wilden. Nou, daar ging ik eerder weg, er werd wel tegen me gezegd dat ik het al eerder mocht pakken, maar ik wist niet wat ik zou... nodig moeten hebben, want ik heb al best veel en ik heb dit al gekregen, dus ik had zoiets van dankjewel, heel lief, maar ik hou het lekker hierbij en laat de anderen maar lekker kijken. En ik zag echt dat sommigen met hele gevolle tassen weggingen en hartstikke leuk voor hun. Ik zou dat zelf niet zo snel doen, denk ik. Ik weet niet, daar voel ik me bezwaard, dus ik had zoiets van ik geniet hier wel van. Dus ik heb een tas met een nieuwe Essence producten gekregen. En een tas met de nieuwe Catrice producten. En die ga ik even openmaken. En dan met jullie delen wat erin zit. Kijk maar. Er zit heel veel nagellak in. Ik gebruik geen nagellak. Dus dat geef ik sowieso al weg. Er zit een van de nieuwe Lumière. Hoe heet dat? Preda Lumière. Zitten er twee mono's in. Er zijn er vier. Dus ik ga kijken of ik die andere twee ook nog kan kopen. En dan heb ik een volledige review. Ik heb de Dinner en Blanc. De witte, dit is een hele mooie highlight kleur. En La Vie en Rose. Jullie zien alleen nou niet zoveel, maar het gaat om het idee. Ik kan hem opmaken. Ja, wacht. Hele mooie, wat is dit? Mauve kleur. Dan maak ik die andere ook wel even open. Een mooie highlight kleur. Zwartje doe ik dan ook niet. Dan heb ik de... Deluxe Glow Highlighter Palet. Deze heb ik al een review van op Pinkert geschreven. Heel mooi budget palet. Dus zoek je nog een budget highlighter? Deze. Ik maak hem ook wel even open. Ja, ik vind vooral die twee met elkaar gemixt heel mooi. Die is voor mij te donker. Maar ja, heel leuk dat het er ook in zit. Dan zit er volgens mij een... Wat is het? Catrice Glam & Doll Super Black Liner in. Een eyeliner. Oeh, gaaf punt. Nou ben ik niet zo van de eyeliner, want ik kan er niet mee overweg. Ik zie sommigen echt zo een streepje trekken en dan zit het helemaal strak en denk ik echt, hoe doe je dat? En ten tweede, ik heb een bril op, dus mijn montuur is best wel groot en dan valt het volgens mij toch niet op. Dus ik denk dat die ook dan in een winactie een keer gaat. Dan naar het paletje waar ik heel nieuwsgierig naar ben,
is het Eye & Brow Contouring Palet. Voor de wenkbrauwen, zeg maar. En een highlight kleur voor onder het wenkbrauwbod. Maar die kun je ook echt wel op je jukbeen aanbrengen en zo. Dus ik heb de update wel gezien. Maar ik heb dit palet of over het hoofd gezien of wat dan ook. Ik kende hem niet. En ik denk dat ik de middelste kleur moet hebben. Want ik heb gisteren ook geleerd van Sally, de zus van Jolante, zeg maar. Die heel beroemd is, ook inmiddels een blog van Beautyland. Dat je wenkbrauwkleur, als je die gebruikt. En heel veel mensen doen dan echt exact de kleur die ze hebben. Maar je moet één lichter pakken, want dat staat beter, natuurlijker. Dus ik zou eerst altijd voor de donkere gaan, maar dan denk ik nu voor de middelste. Kijk hoe dat staat. Dus hier komt ook een lichtje van. Dan de HD Liquid Coverage Concealer, of concealer, foundation van Catrice ook. En een hele mooie verpakking. En dit is een 020 roze beige. Nou heb ik volgens mij meer een gele ondertoon. Dat is voor mij echt dat ik de ene keer weet van, oh, het is roze of geel. Ik ga hem wel proberen, want ik heb normaal altijd 020. Kijk of deze staat. En anders heb ik hier wel een vriendinnetje voor die het wil gebruiken. Ook al is die een keer gebruikt. Dan zitten de nagellakjes in. Hier ga ik iemand anders blij mee maken. Even kijken, dit is Take a Brick. Een bruinrode kleur. Beetje oud roze, vind ik hem eigenlijk niet. Maar Plump Around. Dit is gewoon uit de Ultimate Nail Lacquer lijn. Er komen nog veel meer nagellakjes aan. Die zitten er niet in, maar ik heb echt hele mooie flesjes gezien en kleuren en zo. Maar ik draag dit en dan doe ik anderhalf uur over mijn nagels lakken. En binnen 2 minuten zit er een deuk in. Dus dat is voor mij niet weggelegd. En wat is dit? Een donkerrode vampy kleur. Noir rouge. Donkerrood. Zwartrood. Noir is zwart op. Dan heb ik een velvet matte lip cream. In de kleur Red Volution. Matte lippen zijn natuurlijk helemaal in. Volgend jaar wordt alles weer glossy. Dus dan ben ik wel benieuwd hoe ze dat allemaal gaan doen. Maar ik ga kijken of ik hier nog één of twee kleurtjes bij kan kopen. En dan voor een review. Want ik vind één kleurtje nooit zo leuk. Dan heb ik de Matte Lip Artist 6 Hour in de kleur 040 Hibiscus Proof. Volgens mij heb ik deze. Want hier heb ik dus ook een review over geschreven. En mijn ultieme favoriet is Bare Nude Soul. Deze draag ik echt heel vaak. Dus die bewaar ik ook voor een winactie of voor wat dan ook. En dan een Catrice Shine Appeal Fluid Lipstick Intent in de Rose Your Voice 040. Dit is ook weer zo'n oud roze kleurtje. Kijken naar de applicator. Gewoon een spons applicator. Nou, ga ik ook even kijken naar een paar kleurtjes voor erbij. Want deze ken ik dan zelf niet. En dan hier wil ik wel een review over schrijven. Dan is dit tasje leeg. En staat mijn bureau al vol met make-up. Even kijken hoor. Dan gaan we naar het tasje van Essence. Daar zit ook weer. Ik schrijf het even allemaal aan de kant. Ik ben altijd heel erg chaotisch. Als je nou pas mijn video ziet, dat hoort bij mij. Dat zal ook altijd blijven. Zie ik 3 lakjes. De Essence All-in-One Complete Care Multi-Talent Base en Topcoat. Die ga ik wel houden, want mijn Base Topcoat van Orly heb ik al 3 jaar. Die is toen aan vervanging, dus die ga ik wel zelf houden en proberen. De Ultra Gloss Nail Shine Mirror Effect. Oh, wat gaaf! Dat is, je hebt tegenwoordig heel veel dat die nagellak een mirror, weet je, zo'n spiegeleffect hebben. Oh, dat vind ik ook wel gaaf. Alleen ga ik deze naar naar Sonja, een gastblogger van pinkie.nl sturen. Ze heeft hele mooie lange nagels, dus ik denk dat zij dat beter kan zwartje dan ik, want dit doen we maar niet. En de XX Nail Thickener Extreme Volume Protects Thin Nails. Dit zou wel wat voor mij zijn. Maar dan ga ik toch niet gebruiken. Dat doe ik 1 of 2 keer. En dan belandt het weer in een hoekje. En denk ik, oh ja, dat moet ik nog doen. En dat doe ik dan nooit. De Matt Long Lasting Lip Gloss van Essence dan ook. De Girl of Today. Dit ziet er echt wel mooi uit. Is dat een liquid lipstick? Ik denk het wel. En dan met weer een matte effect natuurlijk. Oh,
wat grappig, die applicator. Grappig, grappig warm. Ja, ga ik ook even kijken naar andere kleurtjes, want die wil ik ook wel proberen. Ik vind het weer zo mooi. Het zijn allemaal een beetje die oude roze kleuren die je tegenwoordig ziet. Dan zit er nog een blush in, de Essence Satin Touch Blush in de kleur Satin Coral 010. Volgens mij is dat toch wel een beetje als die silky, maar dan, die heb ik daar nog liggen. Die zat in de vorige tasjes erbij. Ik heb begin van het jaar ook zo'n update gehad. Daar heb ik een artikel over geschreven. Het lijkt er wel op, alleen dan een ander imprintje in de blush, zo kun je beter zien. Die. Dan iets waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben, is de Camouflage 2-in-1 Make-up en Concealer. High Coverage, No Mask Effect, Long Lasting, 10 Ivory Beige. Nou weet ik niet of dat mijn kleur is, maar kan ik altijd proberen. Als moet ik even op zoek naar mijn eigen kleur. Dat vind ik bij Essence heel moeilijk. De ene keer denk ik van, oh ja, die kleur moet ik hebben. En dan is die heel oranje. Dus dat moet ik even gaan testen. Maar ja, ik ben benieuwd. Make-up en Concealer. Dus als je dit gebruikt, zou je dus helemaal geen oneffenheden moeten zien, als ik het goed begrijp. We gaan het proberen. Dan de False Lashes Effect Dramatic Volume Unlimited. Sorry voor mijn Engels. Dit is de... Oh, dat is er maar één van, denk ik. Dan deze. Nou, dramatische volle wimpers. Wie wil dat niet? Ik ben daar helemaal voor. Dus ga ik ook proberen. Mascara's van Essence zijn altijd goed. Ik heb... Ja. Nee, ik heb ze allemaal geprobeerd volgens mij. Ik heb nog nooit een mascara gehad waarvan ik dacht... nee. En dat heb ik bij duurdere mascara's wel. Dus ik kijk tegenwoordig voor mijn mascara gewoon lekker bij het Essence of Catrice Fab. Veel goedkoper. En gewoon heel goed. Dan het palet waar ik ook heel erg nieuwsgierig naar was. En hem nou gelukkig kan testen. Is het Essence Light Up Your Face Luminizing Palette. Echt, ik ben zo gek op dit soort producten. Dit is 10 Ready Set Glow. Leuk bedacht. En een highlight contour paletje. Ik denk gewoon highlight, want ik zie mezelf hier nog niet mee contouren. Want die zit ook vol shimmers. Dus ja, die gaan we ook proberen. Ik ga volgens mij heel veel proberen de komende weken. Dan zitten er weer nagellakjes in. Die gaat dus ook naar iemand anders. Dit is de kleur, wat is het? Voor je het nog niet weet, hij is nieuw. De Essence to Gel Nail Polish in de kleur 78 Royal Blue. En uit dezelfde lijn, volgens mij 83 Pretty Cool Life. Dus zo'n mint kleurtje. Zo, ja, mint pistache, zeg maar. Zo gewoon een hele mooie kleur. En dan zie ik volgens mij nog een mascara. Rock and Doll Crazy XXXL Volume Mascara. Want het is wel echt opvallende wimpers. Dat, volgens mij is die trend nou nog steeds aanwezig of weer opnieuw. Ja, dit is volgens mij ook maar één van. Ik weet niet of dat dan ook nog een waterproof versie ergens is. Maar dan moet ik even in het schap kijken. Even kijken zo. Ik ga ze nog niet openmaken. Normaal wil ik ook de borsteltjes laten zien. Maar ja, doe ik maar even niet. Want ik weet niet wanneer ik hem ga gebruiken. Want anders is hij al uitgedroogd. En dan... De laatste twee producten, sorry voor de lange video, is de Essence Contouring Eyeshadow Set in 01 Mauve Meets Marshmallows. Dus oogschaduw dan. Oké, oogschaduw om te contouren. Nee, ook even kijken. Twee kleurtjes. En een lipstick. Mat 02. Heeft verder geen naam. Perfect Match. Oh, ik hou van deze kleur. Wacht, even kijken of ik het goed kan laten zien hier met de belichting. Een mooie donkere nude lipstick. Nou, hè, die past wel heel goed bij mij. Dus dan ga je ook even kijken naar andere tinten. Dat ga ik ook doen of ik ga het combineren. Dit was de unboxing van de hele gave goodie bag. Waar ik ook echt super dankbaar voor ben. Dus dankjewel voor de uitnodiging, Essence Secretrice. En dankjewel voor de mooie producten. Ik ga er zeker weten mee aan de slag. En ook een leuk pakketje voor jullie maken. Maar dat zien jullie een andere keer op pinkie.nl of in een video. Dat weet ik nog niet. Ja, laat even hieronder weten waar je nieuwsgierig naar bent. Waar je een first impression mee wil zien. Waar je een review mee wil zien. Waar je een look mee wilt zien. Dan kan ik daar rekening mee gaan houden. En daarmee aan de slag gaan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende video. Tot ziens.